Dat is efficiënt, want hij kan ook omhoog. Op plateau is kut. En ik trak hem zo omhoog. Wat mooi, hoor. Eindelijk, hè. Na 5 jaar, hè. En ik ben hij weer vliegen. Ja, Jos heeft ook een briljant. 5 jaar heb ik erover gedaan, hè. Om wat ik heb boven te halen. Ja, daar zal hij wel blij mee zijn. Ik heb ook een eindelijk boven de klote voort. Kom maar op, weg. Dat was mooi. Ik heb die hele bergketen echt 3 keer heen en weer helemaal geplogen en zo. En dat was wel heel leuk, hè. Je kan hem daar bij plateau allemaal doen. Nee, hier boven de bos. En toen naar de rotsen. En toen langs de rotsen omhoog. Ja, ik kwam iedere keer net niet uit, want ik kwam redelijk hoog uit, zeg maar. Ja, het is kut vanaf hier, vind ik dat altijd. Ik kan het niet vanaf hier. En terug dan bij de bos, dan haal ik het net niet, zeg maar. Nee. Je hebt ook behoorlijk zink daar in die hoek. Ja, en daar kan het ook aardig klappen. Ja, klopt. Eng, joh, tussen die zwevers en zo. Die gaan hard, hè? Maar die spuik komt er niet meer vanaf, nou, voor die. Ja, maar dit was jouw afsluiter, toch? Ja, toch, top. Ja. Op die manier. Jos moet competitie doellanding gaan doen. Perfect, Jos. Ja.